Het broedseizoen van vogels is in volle gang. Zo ook in Nijmegen op de toren van de Stevenskerk. Hier heeft een paar slechtvalken een nest met 4 eieren. De torenwachter heeft het broeden goed in de gaten gehouden. En na weken wachten was het dan eindelijk zover. Het eerste slechtvalkje is geboren. Momenteel zijn 1 of 2 eieren van de 4 uitgekomen. De geboorte is best bijzonder. Het is namelijk voor het eerst dat een slechtvalk wordt grootgebracht op de Stevenstoren. Al een aantal jaren zitten er slechtvalken op de toren, maar nog nooit is het de valken gelukt om de eieren uit te broeden. Het is bijzonder. Het is sowieso een zeldzame vogel, maar het is wel een beschermde vogel. En er zijn momenteel niet zo heel veel plaatsen waar ze nestkasten kunnen maken. En dus voor ons is dit wel een hele bijzondere gelegenheid, ja. Ja, en ze hebben wel een mooie plek uitgekozen natuurlijk. Ik wil het over hebben, kijk, daar vliegt hij. Oh, daar vliegt hij, kijk. Nou, dan zie je hoe bijzonder het is dat je hierboven staat te praten over slechtvalken en je ziet hem rustig voorbij komen vliegen. De slechtvalk is een beschermde diersoort en daarom houdt de vogelbescherming het nest goed in de gaten. Het is belangrijk dat de valken niet gestoord worden. In de top, daar willen we altijd de vlag uithangen bij bijzondere gelegenheden. Denk aan Koningsdag, bij Bevrijdingsdag en dergelijke. Maar op het moment dat we weten dat die slechtvalken daar zitten te nestelen, dan gaan we genietvlaggen. Want dan willen we dat broeden willen we absoluut niet verstoren. Dat zijn hele bijzondere gelegenheden, dus dat willen we ook niet doen. We krijgen daar klachten over, van mensen vinden van waarom wordt er niet gevlagd. Nou, dan proberen we uit te leggen dat de reden is, onder andere in dit geval, dat ze boven zitten te nestelen en dat we dat niet willen verstoren. Wel probeert Peter samen met de vogelbescherming beelden te maken van de slechtvalken om het grootbrengen van de jongen vast te leggen. Ja, we hebben daar een wildcamera geplaatst en dat betekent dat we zo om de 2 weken heel voorzichtig eventjes onder begeleiding van iemand van de vogelbescherming gaan we even boven kijken, heel stiekem eventjes door een gaatje kijken en is het veilig, dan gaan we dat schijfje van die camera verwisselen. Is het niet veilig, klepje dicht en dan verstoren we ze verder niet. Peter is nog op zoek naar namen voor het kerstverse gezin. We moeten nog eventjes wachten hoeveel kuikentjes er geboren worden. Dus we gaan uit van maximaal 4 jonkies. Dus we willen 4 meisjesnamen en 4 jongensnamen hebben. Zodat we elke combinatie kunnen doen.